Hele goede avond iedereen. Super gaaf dat je bent gekomen naar de avonddienst. Wie heeft al heel stiekem van de avonddienst zijn dienst gemaakt? Even eerlijk. Oh, dat valt me nog reuze mee. Ik zie een paar hele onschuldige handjes. Nou, heel misschien ik. Superleuk, maar heel gaaf dat je er bent vanavond. En we gaan een mooie tijd met elkaar hebben. En wie heeft er zin om Gods woord in te duiken? Goed zo. Want dat gaan we vanavond eens even goed doen. Toch? Daarvoor ben je gekomen. En we gaan een mooie tijd met elkaar hebben. Maar we gaan natuurlijk beginnen met gebed. Want daar starten we natuurlijk mee. Vader, dank u wel voor wie je bent, Heer. Dank u wel voor de grote God die je bent. Dank u wel, Jezus, dat u alles voor ons heeft gedaan, Heer. Dat u ons heeft gered. Dat u ons heeft een nieuwe kans heeft gegeven. Een nieuw leven heeft gegeven. Dank u wel, Heer, hoe goed u bent. En ik bid, Heer, dat we vandaag in uw woord mogen duiken. En dat u tot onze harten zal spreken. Dat u onze harten zal veranderen, zal kneden. Dat we man en vrouw van u mogen worden die de wereld voor u kunnen veroveren. Dank u wel, hoe goed u bent. En dat u altijd trouw bent. Heer, we heten u welkom in deze dienst, Heer. Dit is niet onze dienst, dit is uw dienst. En we vragen u dan ook te doen wat u doet. En dat is leven geven, hoop geven, levens veranderen. Door de ontmoeting met u. Dank u wel, Jezus, voor hoe goed u bent. In Jezus' naam. Amen. Amen. Hey, gaaf. Hey, ik heb vandaag een plaatje meegenomen. En dat plaatje mag op de beamer komen. Als het goed is, komt hij die. 1, 2, 3. Zien jullie hem al? Daar is die. En de meeste van jullie kennen dit plaatje, denk ik wel. Dit plaatje, dit is best wel bekend in de christelijke wereld. Of je kent hem misschien wel van Google of van Facebook, waar iemand dan dat plaatje enthousiast deelt. Of misschien heb je zelf wel eens gegoogeld, wie is Jezus? Heel vaak kom je op een of andere manier bij zoiets terecht. En ik moet zeggen, dit is de mooiste variant die ik heb gevonden vandaag. Want de meeste is gewoon hier een rots en een kruis in het midden. Hopsakee. Zo. Maar dit plaatje zegt iets heel moois. Want dit plaatje zegt eigenlijk, Jezus is voor ons aan het kruis gegaan, zodat er vrede is gekomen tussen God en de mensen. Dat is wat dit plaatje zegt. Dat we eigenlijk door Jezus een nieuwe kans hebben gekregen, een nieuw leven hebben gekregen. En dat we door hem gered zijn en vergeven zijn. Dat hij ons eeuwig leven geeft en een relatie met ons wilt. En dat kan door de prijs die Jezus zelf heeft betaald. Supermooi plaatje. Ik vind het een heel mooi plaatje. En het is allemaal waar. Maar, en nu ga je schrikken, het is niet compleet. Ja, ik dacht al, dit is het moment dat het heel stil gaat worden. Wat zegt hij nu? mijn hele leven met God is gebaseerd op dit plaatje. Geen stress. Ik ga alles goed onderbouwen. Komt allemaal goed. Het komt allemaal goed. Maar het is helemaal waar, dit plaatje. Het klopt helemaal, maar het is niet compleet. En ik zie, weet je, het probleem is, als jij dit plaatje aan een vriend of vriendin laat zien, die Jezus niet kent, die niet kerkelijk is, die zo nooit van God heeft gehoord, dan wordt dat een heel interessant gesprek. Want eigenlijk zeg je ermee, hij mag nog even op de biemen blijven staan, eigenlijk zeg je ermee, ik ken Jezus, ik ben gered en jij zit vet aan de verkeerde kant. Ja, voel je die? Dat wordt een heel interessant gesprek en ik kan je vertellen, het gaat heel lastig worden. Want diegene denkt, hoe, waarom zal Jezus deze kloof, dat helemaal weer goed maken? Hij pakt hem niet. Liefde, jouw liefde voor God, jouw liefde voor zijn kerk, jouw liefde voor die persoon, die vriend of vriendin, jouw liefde voor diegene, jouw hart voor God, jouw leven met God, jouw passie voor God, de honger dat jij je leven met God hebt, dat gaat veel meer impact maken dan zo'n plaatje te laten zien. Omdat iemand dan denkt van, wauw, diegene leeft zijn geloof. Hij kent God. Er is iets anders dan hem. Wat is er met diegene? En weet je, het klopt ook niet. Het klopt ook wel, bedoel ik. Maar wat ook pijnlijk kan zijn voor diegene, is dat diegene kan denken, oké, Jezus is voor jou aan het kruis gestorven, maar ik heb dat nog niet gekozen, dus ik zit aan de verkeerde kant. En wat klopt daar niet? Evangelie, het geloof, waar we in geloven met elkaar, in Jezus, wat Jezus verkondigde, dat betekent letterlijk goed nieuws. Nou, voor die vriend is dit plaatje geen goed nieuws. Want die vriend, die denkt, help, ik zit aan de verkeerde kant en in het slechtste geval vlucht hij naar huis, want hij denkt van, wij kunnen nooit vrienden worden met elkaar. Jij zit op een totaal andere wereld. En daarom is het zo belangrijk dat we het met liefde doen en niet met angst. Maar eigenlijk wil ik naar iets anders toe werken. Gods plan en zijn boodschap is niet alleen redding.
Redding hebben we allemaal nodig. Ja, we hebben het allemaal nodig. Ik zei ook niet, dit plaatje, ik herhaal het nog één keer, dit plaatje is helemaal waar. Maar er is meer dan alleen je redding. Daar gaan we vandaag naar kijken. Mijn titel voor vandaag is het Koninkrijk van de Hemel. Bam, wat een mooie titel. Ik zie iedereen gelijk enthousiast worden. Het is een best wel diepe titel, maar we gaan ook even de diepte in vandaag. En het wordt heel mooi. Ik hoop dat je nog hongeriger wordt naar wat God voor jouw leven heeft. Gods plan is niet een evacuatieplan. Dat wij als christenen, als kerk, bij elkaar komen op de zondag en wij kiezen voor Jezus. En dan is het voorbij, dan is het goed, dan is het klaar. Zo, missie volbracht. God denkt, ja, jij hebt gekozen, het zit erop. Het is geen evacuatieplan. Maar weet je wat het wel is? Want nu denk je, maar als het geen evacuatie-Ruben is, dan moet je wel vertellen wat het dan wel is. Het is geen evacuatieplan, maar het is een herstelplan. Gods plan is vanaf het begin al een herstelplan geweest. Het is nooit zijn idee geweest dat we zouden kiezen en dan, Jezus, ik kies voor u, weg van de wereld, weg uit de ellende van de wereld. De wereld mag het zelf uitzoeken. Wij zijn gered. Wij zijn in ieder geval van de aardbodem af. Nee, het is een herstelplan en geen evacuatieplan. En dat is het mooie van het Koninkrijk van God. Op het moment dat wij kiezen voor Jezus, zijn we niet van de aardbodem verdwenen, maar dan begint het pas, want Jezus is dan onze meester geworden. Hij is dan onze Heer geworden, wat we ook zingen in de liederen. Hij is onze God geworden en daarom dienen we Hem. Anders dan, ja, dan zou het een heel kort verhaal zijn. We zijn gered, hup, naar de hemel, klaar ermee. Maar het begint pas als we kiezen voor Jezus. Want hij zegt tegen mij, ik ben zo blij dat jij je hand op hebt gestoken, dat jij je hart voor Jezus hebt gekozen, want nu heb ik er nog iemand bij die over mij vertelt en over mijn goedheid vertelt en die de aarde kan herstellen. Ik ben het door jou heen, je kan het niet met je eigen handen, ik ben het door jou heen, maar God gebruikt jou wel. Dus Gods plan is niet een evacuatieplan, maar een herstelplan. En dat herstelplan is eigenlijk Gods koninkrijk brengen. Gods koninkrijk brengen. En weet je dat het eigenlijk gewoon betekent? De hemel van God op de aarde brengen. Soms kunnen we dingen in de Bijbel hele moeilijke namen geven. Gods koninkrijk brengen. Ik heb het expres een beetje zo genoemd, want eigenlijk is het de hemel naar de aarde brengen. Dat we mensen kunnen helpen om iets van de hemel te proeven. Iets van de goedheid van God te proeven. Daarom denk ik, ben ik ook zelf eerder voor de methode om iemand te inspireren met hoe goed God is, hoe groot Hij is, dat Hij van iemand houdt, dan om een plaatje te zeggen van, kijk, jij zit op de verkeerde kant van de rots. Maar om iemand te vertellen, hey, God heeft een groot plan voor je leven, Hij houdt van je. Kom een keer naar de kerk en je gaat zien hoe groot God is, dat Hij van je houdt, dat Hij een plan heeft voor je leven. Jezus laat aan zijn leven op aarde zien hoe de hemel is. Als we kijken naar het leven van Jezus, dan leren we hoe Jezus echt is en we leren hoe de hemel is. Als we kijken naar Jezus, eigenlijk zegt Jezus met zijn leven op aarde, met zijn reis op aarde, kijk naar mij, de hemel redt. Kijk naar mij, de hemel geneest. Kijk naar mij, de hemel is goed. Kijk naar mij, God de Vader is goed, want ik doe niks anders als de Vader het niet zegt. Jezus zegt eigenlijk, kijk naar mij, want dan zie je de goedheid van de hemelse Vader. Kijk naar mij, zei Jezus, dan zie je hoe God denkt over mensen die ziek zijn, die gebroken zijn, die in angst leven, die niet met God leven. God houdt van ze, Hij veroordeelt ze niet. Nee, ik ben juist gekomen om voor ze te zorgen, om er voor ze te zijn en om ze te helpen. Gods plan is zo goed. En Jezus kwam al om dat te herstellen. En Jezus kwam naar de aarde om het koninkrijk van God te verkondigen. En dat betekent dus eigenlijk ook om de hemel naar de aarde te brengen. Om iets van de goedheid van de Vader, iets, bij Jezus was het heel veel, eigenlijk alles, vanuit de hemel kwam naar de aarde om de goedheid van de Vader, om de goedheid van God te laten zien. En de Farizeeërs vroegen aan Jezus, wanneer komt het koninkrijk van God? Goeie vraag. Wanneer komt het koninkrijk van God? En we gaan lezen wat Jezus zei. Lucas 17, vers 20 tot en met 21. De Farizeeën vroegen Jezus, wanneer komt het koninkrijk van God? Jezus antwoordde, het koninkrijk komt niet zo dat u het kunt zien. U zult niet kunnen zeggen, kijk, hier is het, of daar is het. Want het koninkrijk van God
is onder u. Het koninkrijk komt niet zo dat u het kunt zien. Het koninkrijk van God is onder u. Oftewel, het koninkrijk is geen plek, of in de hemel alleen, of waar dan ook. Als je films kijkt, kun je van alles erbij voorstellen waar de hemel is. Maar Jezus zei zelf, het koninkrijk van God is onder u. En wat betekent onder u? Jezus zei onder u, omdat dit fariseeën waren en die niet God in hun hadden. Ze wisten over God, maar ze kenden niet over God. Ze kenden hem niet persoonlijk. Ze wisten niet wie hij echt was. En Jezus zei, hij is onder u. En dat betekent dat God in ons woont. Het koninkrijk van God is in ons. Het koninkrijk van God is in jou. Het koninkrijk van God is in jouw hart, is in jouw denken. Het koninkrijk van God, zei Jezus, is onder u. God doet het van binnen. Het koninkrijk van God is in jou. Als jij morgen naar je werk gaat, het koninkrijk van God is in jou. Hoe mooi is dat herstelplan van God. Hij gebruikt zijn kerk, zijn lichaam, al zijn kinderen. En hij wil het niet alleen doen, dat herstelplan. Hij verlangt ernaar om dat samen met ons te doen. Met zijn kerk te doen, met zijn lichaam te doen. En weet je, er is zoveel pijn, verdriet, zoveel problemen als nooit tevoren. Dat herstelplan is harder nodig dan ooit tevoren. Dat herstelplan van God hebben we meer nodig dan ooit tevoren. Er is meer financiële nood dan ooit tevoren. Er is meer ziekte, wat denk ik, dan ooit tevoren. Meer plagen dan nooit tevoren. Er zijn meer mensen depressief dan ooit tevoren. En ik vraag me af hoe het komende tijd eruit gaat zien. Er is meer problemen in mensen hun kopjes dan ooit tevoren, denk ik. We hebben natuurlijk niet inzicht in heel de geschiedenis, maar het is wel een moment waarop we leven. Er is meer nooit dan ooit tevoren na het herstelplan. Wat een zegen dat jij in deze tijd mag leven. Want zoveel mensen hebben de woorden van God nodig, hebben de liefde van God nodig, hebben de hoopvolle Jezus nodig. Mensen hebben jouw woorden nodig. Mensen hebben jouw bemoediging nodig. Mensen hebben jouw liefde nodig. Mensen hebben jouw hoop in God nodig. En jij kan het herstelplan zijn namens God voor iemand anders in jouw omgeving op dit moment. Er is op dit moment iemand in jouw connect. Er is op dit moment iemand op jouw werk, in jouw portiek, in jouw bedrijf, waar je ook werkt, waar je ook werkzaam bent, welke school of studie of hogeschool je ook zit. Er is op dit moment iemand. En God wil jou gebruiken om voor diegene een stuk van het herstelplan van God te laten zien. Jij bent deel van zijn lichaam, van de kerk. En dat betekent dat jij ook deel bent van het herstelplan wat God voor de wereld heeft. En dat begon bij Jezus. Dat begon eigenlijk al helemaal in het begin. Toen God Adam en Eva schaapte. Het was nooit zijn bedoeling dat het helemaal uit de hand zou lopen. Hij had het bedoeld als een hele mooie intieme relatie met God. En het was bedoeld als een plek waar de mens zou heersen. Waar de mens zou regeren over de wereld. Maar zonde kwam binnen. Jezus was nodig om dat te herstellen waar we net mee begonnen. Maar ook zegt God tegen ons, hey, ik heb jullie ook nodig om dat te herstellen. Ik heb jullie nodig voor dat herstelplan. Johannes 10, vers 10. Even een slokje hoor. De dief komt alleen om te stelen, te doden en te vernietigen. Dat is een hele heftige, wow, daar schrik je van. Maar jij bent geroepen om dat te herstellen. God heeft ons op de aarde gezet om dit ook te herstellen. Om mede te helpen, om hier tegen in te gaan. Want alles wat daar gebeurt, die dief... Wij zijn er om daar niet in mee te gaan, om met die dief samen te werken. Om te denken, nou leuk, je bent goed bezig, wij gaan er ook aan meedoen. Maar juist om daar vol tegen in te gaan, om op te staan, omdat jij God kent, omdat jij weet, de tegenstander van die dief is God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En ik wil in zijn plan meewerken om daar vol tegen in te gaan. En om die werken van die dief te slopen. Nou, iedereen is enthousiast. Ja, snap ik ook wel. Romeinen 12, vers 2. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Paulus zegt hier, hey, laat je niet aanpassen door de wereld. Laat je niet aanpassen
aan deze wereld, maar verander door dicht bij Jezus te zijn, om dicht bij God te zijn. We mogen veel bij Jezus zijn, zodat we gaan leren denken zoals Jezus dacht. Zodat we het hart krijgen dat Jezus had. Heeft. Als we leren over hoe Jezus is. En hoe hij leefde. En hoe hij vandaag de dag nog steeds is. En de waarheid die hij sprak. En de hoop die hij sprak bij mensen. Als we daarin leven. Als we met die passie leven. Dan gaan er hele mooie dingen gebeuren. Dan gaan er hele mooie dingen gebeuren. Als wij opstaan. En wij weten van, hey, God wil mij morgen gebruiken om dat herstelplan vorm te geven. Jouw handen gebruiken om daarin te stappen. Jouw hoopvolle woorden naar je collega's, je vrienden, misschien wel je eigen kinderen, misschien wel je eigen gezin. Zij hebben allemaal jouw hoopvolle woorden nodig. En die woorden weten we allemaal, die hoopvolle woorden, woorden van leven, van bemoediging, zijn niet alleen van onszelf, ze zijn ook van God. Ze zijn van God. In de Bijbel staat dat alle goede dingen van God zijn. Dat betekent dat jouw hoopvolle woorden, jouw liefdevolle woorden, jouw bemoediging, jouw schouderklop, nee, dat kan helemaal niet binnen 1,5 meter, vergeet die. Het past allemaal binnen het herstelplan van God. En voor de een is in dat herstelplan stappen een bemoediging, en voor de ander is het in de connect misschien een keer iets delen. We zitten allemaal op een andere plek, hoe we kunnen uitdelen, maar het maakt op zich niet zoveel uit, want we worden in die reis allemaal mannen en vrouwen van God onderweg, en we mogen uitdelen onderweg. Hoe mooi is het koninkrijk van God. Dat we mogen uitdelen aan de mensen in onze omgeving. Aan de mensen die dat zo hard nodig hebben. En als we dan die gelijkenissen lezen. Gelijkenissen zijn eigenlijk verhalen om iets te vertellen. Verhalen om iets uit te leggen in de dagelijkse taal. Die gebruikte Jezus heel veel. Als je de Bijbel leest, kom je heel veel verhalen tegen waar Jezus mee iets mee wilt vertellen. En ik wil je bemoedigen de komende tijd om er een paar te lezen. Want als je die verhalen leest, dan kom je achter de geheimen van Gods koninkrijk. En dat zijn hele mooie lessen. Dat zijn hele waardevolle lessen. Die niet zomaar een principe zijn vanuit een bepaald soort gedachte, goed of wetenschap. Nee, die principes komen uit de hemel. En dat betekent als je daarin stapt, als je in het principe stapt wat eigenlijk vanuit de hemel komt, dan komt er leven. Dan komt er doorbraak. Dan komt het koninkrijk van God. Jezus zei, ik heb de Bijbeltekst bij de hand, waar is die? Ik zeg het in geloof, want ik weet dat ik hem ergens had. Ik wil hem wel goed quoten. Als ik quote, wil ik het goed doen. Als ik quote, ga ik het goed doen. Jezus zei in Markus 1, vers 15. Eindelijk is het zover. Het koninkrijk van God is vlakbij. Het koninkrijk van God is vlakbij. Ik denk niet dat Jezus zei van, nou jongens, ik heb een mooi bericht voor jullie vandaag. Het koninkrijk van God is vlakbij. Ik denk dat Jezus op dat moment leidend enthousiast was. Ik denk dat het ging van, vrienden, discipelen, geweldig dat jullie er allemaal zijn vandaag. Ik heb fantastisch nieuws. Het koninkrijk van God is vlakbij. Ja. Ik denk dat het ging met passie, want hij wist hoe kostbaar dat is. Hoe kostbaar het is dat het koninkrijk van God, de hemel, eigenlijk op de aarde is gekomen. Want dat is goed nieuws. Dat is die liefde die we niet kennen op de aarde. Dat is de bemoediging aan iemand die het zo hard nodig heeft. Dat is het gebed wat iemand zo hard nodig heeft. Dat zijn de dingen vanuit de hemel. Dus als we eigenlijk zeggen, het koninkrijk van God is gekomen, of het koninkrijk van God hier is nu op de aarde, dan zeggen we eigenlijk, Heer, wilt u de hemel naar de aarde sturen? En dat kan heel zweverig klinken, maar eigenlijk zijn het ook de bemoedigingen. Je bemoediging, je appje naar iemand van, hey, ik bid voor je, ik sta naast je, ik ben met je. Dat is het koninkrijk van God. Iemand op straat een warme deken geven, dat is het koninkrijk van God. Iemand die zwak is, ziek is en zeggen van, hey, ik ga met je bidden en vasten tot je genezing komt, dat is het koninkrijk van God. Iemand in je klas die het moeilijk heeft, door depressieve periode gaat, op school er een rapportje van maakt en naast diegene gaan staan en zeggen van, hey, ik weet dat je het moeilijk bent, maar je kan het. Je gaat er doorheen komen en ik zal voor je bidden en ik sta naast je. Dat is het koninkrijk van God. Dat zijn de momenten dat de hemel de aarde raakt. Dat iets van jouw goedheid, iets van Gods goedheid, niet jouw goedheid, sorry, even correctie. Iets van Gods goedheid in jou zichtbaar wordt aan de wereld. En dat de mensen in jouw omgeving
op jouw school, in jouw klas mogen zien. Hey, God is iets in die zijn haar leven aan het doen. Want ik zie iets van de hemel. Ik proef een liefde die ik niet ken. Ik proef een passie die ik niet ken. We hebben het wel eens over opwekking. Iemand dat wel eens gehoord? Opwekking. Iemand, ja, de meesten kennen dat woord wel. Op dit moment in de meeste christelijke albums opwekking. De gemiddelde titel, nummer 1, 2 of 3, is waarschijnlijk iets met revival. Iets in die richting. Revival's in the air, revival's coming, revival now. Iets in die richting. En vroeger had ik daar een bepaald beeld bij. Ik dacht, dat zijn stadions vol, honderdduizenden mensen. Er is geen stoel meer. Dat is groot. Dat is ook opwekking. Maar dat is een vervolg ergens van. Dat is een vervolg van mensen die in hun hart een passie hebben voor Jezus. Een passie voor de koning. Een leven met God hebben en zeggen van, hey, ik wil dit uitdelen aan mijn omgeving. Ik hou zoveel van Jezus, dat als ik morgen naar mijn werk ga, dat het ervan uitstroomt. En dat als er mensen door een moeilijke periode gaan, ik er voor ze ben. En dat is zo'n liefde voor God, voor Jezus, voor zijn kerk, voor ons allemaal, dat zichtbaar in jou aan het worden is. En dat het andere mensen aansteekt. En ik zie sommige mensen kijken, Ruben, je bent veel te enthousiast, ik snap er niks van. Maakt niet uit, we zijn allemaal op reis, het is een proces. Geef jezelf de ruimte om te groeien. Vijf jaar geleden was ik niet zo zoals ik nu ben. Sterker nog, een jaar geleden was ik niet zo als dat ik nu ben. Het is een reis met God. Stap voor stap word je meer gegrepen door de hemel. Word je meer gegrepen door de goedheid van God. Word je meer gegrepen door wat Jezus eigenlijk voor je heeft gedaan. En dat mogen we uitdelen aan de wereld. Jij mag uitdelen aan deze wereld. Jij mag het koninkrijk van God eigenlijk de hemel op de aarde laten komen. Door hele grote dingen en door gebed, maar ook door hele simpele dingen. Een warme koffie waar iemand bij de Hema zit op de grond met -3. De kleine dingen. Een appje naar iemand die door een moeilijke tijd gaat. Jij kan het koninkrijk van God brengen met wie je nu bent. Laatste wat ik wil zeggen. Dan moet ik afronden. Maar denk nooit bij jezelf, ik ben er niet klaar voor. Ik moet nog mijn studie halen. Ik moet nog bepaalde gewoontes afronden. Ik moet nog hier en daar in mijn hart mee afrekenen. Maak die vergissing niet. Want zoals jij nu bent, kan God jou gebruiken. Zoals jij vandaag bent, kan God jou gebruiken. Misschien denk je wel, Ruben, je kent niet mijn issues. Klopt, maar God kent ze wel en hij gebruikt ze. Lees maar de Bijbel. De mannen met de grootste issues waarvan je denkt, wat een beunhaas, die gebruikt God. God gebruikt je zoals je nu bent. Ik noem je geen beunhaas, oké? Maar zoals je nu bent, zo gebruikt God je. Hij houdt van je. Hij geeft om jou. Hij wil zijn hart over je uitstorten. En hij zegt tegen mij, hey, wil jij mijn handen en mijn voeten op aarde zijn om het koninkrijk van God te brengen? Want de mensen hebben het zo hard nodig. Jezus zei tegen de discipelen niet van, nou, ga maar de deur uit en kijk maar wie hoeveel mensen je kan bereiken. Nee, hij zei, ga de wereld uit en vertel alle volken, sla niemand over mijn goedheid, over mijn liefde en wat ik voor hun heb gedaan. Ik wil bidden. We gaan bidden, want dit kan nog heel lang doorgaan en dit mag helemaal niet. Ik zie Joost al een beetje zenuwachtig kijken. Ruben, het wordt nu tijd. Nee, oh Joost, grapje. Weet je, ik wil gaan bidden. En ik weet dat er mensen zijn bij wie er nu iets in hun hart gaat kloppen. En je weet bij jezelf van binnen, hey, ik wil zoveel meer uitdelen van de goedheid van God. Ik wil zoveel meer doen voor mijn wereld. Ik wil zoveel meer doen, misschien wel in de kerk, alsjeblieft, doe het. Ik wil zoveel meer betekenen voor de mensen in mijn familie, voor mijn gezin, voor mijn vrienden. En dat kan. Het kan. Elke dag zijn er nieuwe mogelijkheden om uit te delen. Misschien denk je, Ruben, ik weet niet hoe morgen, als je naar je werk gaat, als je naar je school staat of thuis in quarantaine zit. Kijk hoe je uit kan delen. Kijk hoe je uit kan delen. Er komt een manier hoe je uit kan delen. Altijd. Altijd. En ik wil graag voor 2 dingen gaan bidden. Het eerste waar ik voor wil gaan bidden, is dat jij zegt van ja, Heer, gebruik mij groter. Gebruik mij om de hemel naar de aarde te brengen. Gebruik mij op een nieuwe manier. Gebruik mij waar ik ook ga. Om dat verschil te maken. Om het koninkrijk te brengen. Want het is in mij. Wij zijn eigenlijk allemaal kleine mini-kerkjes. Want overal waar wij zijn, is God aanwezig. God woont in jou. En dat betekent als jij morgen op je werk bent, dat God daar is. Dus jij kan iets van de hemel brengen. En als jij nu zegt van, de muziek wel wat harder, toetsenist kan je wat harder spelen.
Als jij zegt van, ik ben dat. Ik wil groter gebruikt worden. Ik wil op een nieuwe manier gebruikt worden. Dan wil ik je vragen om je ogen dicht te doen. We mogen allemaal even onze ogen dicht doen. Allemaal even je ogen dicht. En om je armen gewoon open te doen. Om te ontvangen. Dit noem ik de ontvangmodus. We zijn zo gewend om te werken en om te doen en om maar bezig te zijn. Maar dit is de ontvangmodus. En dit is het moment dat ik voor je wil bidden. En dat ik je wil bemoedigen met hoeveel meer God jou door je leven heen kan doen. En denk niet bij jezelf, als je vandaag naar huis gaat, Ruben, ik betekent nog niks voor niemand. Geef jezelf de ruimte om te groeien. Dat is wat ik je wil meegeven vandaag. Gun jezelf de ruimte. Samen met God. Vader in de hemel, ik wil voor iedereen bidden die hier op dit moment zit. U heeft voor iedereen zo'n mooi plan. En het plan voor deze wereld, voor ons, is niet alleen maar dat we gered zijn. In ons hart weten we dat we gered zijn. In ons hart weten we dat we bij u horen en op een dag bij u mogen thuiskomen. Maar we weten ook dat er meer is, Heer. U wilt ons gebruiken om deze wereld helpen te herstellen in uw naam. In uw naam. Er is herstel in uw naam en u wilt ons daarvoor gebruiken. En ik bid voor iedereen hier die zijn handen heeft geopend. Heer, wilt u iedereen hier op een nieuwe manier gebruiken? Wilt u iedereen hier op een nieuwe manier gebruiken om uw liefde te verspreiden, om uw woorden te verspreiden? Met woorden, maar ook met daden. Met gebed, met bemoediging, met kleine daden, met grote daden. Doe het bij iedereen op een nieuwe manier, Heer. Gebruik iedereen op een nieuwe manier, op een krachtige manier. En dat waar we deze week ook zijn, of komend seizoen, komend jaar, of wat bij mij betreft de rest van ons leven ook zijn, Heer, dat we zoveel impact mogen maken in mensen hun levens, dat we iets van de hemel naar de aarde mogen brengen. Dat we iets van uw goedheid hier op de aarde mogen brengen. En dat uw hand op ons leven mag zijn. En dat we in uw kracht mogen wandelen om uit te delen. Want uw koninkrijk is niet alleen een koninkrijk van woorden, maar vanuit kracht. Dank u wel voor wie u bent. In Jezus' naam. Amen. En iedereen wil ik even vragen om je ogen gesloten te houden. Want misschien ben je vandaag gekomen. En misschien hoor je over een goede God. Over de grootheid van God. En over zijn koninkrijk. En hoe hij jou wil gebruiken om de wereld te herstellen. Maar misschien denk je wel van, ik ken God helemaal nog niet. Ik heb nog nooit op zo'n manier van hem gehoord. Ik heb nog nooit op zo'n manier over God gehoord. Ik wist niet dat hij van mij hield. Ik wist niet dat hij zo goed is. En dat hij een plan heeft met ieder mens. Ik kan je vertellen, hij houdt zoveel van jou. Hij heeft zijn zoon gegeven voor jou. En als jij de enige op de wereld zou zijn, hij zou het opnieuw doen. Omdat zijn hart naar jou uitgaat. Omdat hij van jou houdt. Omdat hij om jou geeft. En als je hem niet kent, maar je hebt zoiets van binnen, ik wil hem leren kennen op een nieuwe manier. Ik wil hem kiezen. Ik wil hem de meester maken van mijn leven. Ik wil hem van hem de koning maken in mijn leven. Dan wil ik je vragen om zometeen een gebed na te bidden. En iedereen gaat met je mee bidden. Maar het kan ook zijn dat het een beetje is opgedroogd van bidden. Je voelt God niet echt meer. Je weet niet echt meer of je wel gered bent. Je weet niet meer echt of je wel een levende relatie met Jezus hebt. Ook dan wil ik met je meebidden. En ik ga zo meteen aftellen van 3 naar 0. En als jij dat bent, steek je hand dan op, zodat ik weet met wie ik kan meebidden. 3, 2, 1. Steek je hand omhoog als jij dat bent. Dankjewel. 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 Oké, we gaan bidden. Ik wil vragen of iedereen me wil nabidden. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor wie u bent. En dank u wel dat ik vandaag voor u mag kiezen. Dank u wel dat u mijn redder bent en mijn leider bent. Maar ook, Heer, dat u mij wilt gebruiken in deze wereld. Help mij, Heer, om u uit te delen in deze wereld die u zo hard nodig heeft. Dank u wel, Jezus, voor wat u voor mij gedaan heeft. In Jezus' naam. Amen. Amen. Laten we iedereen even een applausje geven die een keuze heeft gemaakt. Super gaaf. Ik wil je bemoedigen. Zoek een goede connect. Als je geen connect hebt, een connect is een groep mensen die bij elkaar komen, thuis met elkaar komen, lekker gezellig met elkaar eten op 1,5 meter. En die geweldige tijd met elkaar hebben. Samen vrienden zijn, samen het leven doen. Zorg dat je een plek hebt, zeker in deze tijd, waar veel dingen niet doorgaan. Zorg dat je connect hebt. En ik wil je bemoedigen met de beste keuze in je leven die je hebt gemaakt. Zorg voor de juiste mensen om je heen. En lees zijn woord. En vergeet niet, hè, deze week, lees een paar gelijkenissen. Lees hoe het koninkrijk van God is.
Lees hoe de hemel is. Lees hoe het werkt in het Koninkrijk van God, zodat we het beter kunnen brengen naar deze wereld. In Jezus' naam. Amen. Ja, dankjewel, Ruben.